Eerder geweest in het café met genezingsdiensten, met studioverwaarden, tijd waarin we leven en de crisissen zullen wereldwijd alleen toenemen. Mensen, die dingen staan in de Bijbel. Koop een Bijbel, lees daarin, geloof wat de Bijbel zegt en vooral doe wat de Bijbel zegt. En ik zou hier in Limburg willen toevoegen: doe ook niet wat niet in de Bijbel staat, want de kerk leert u zoveel wat niet in de Bijbel staat, zelfs wat God u verbiedt. Maar de Bijbel leert en God leert en God zegt u vandaag: Maria is een afgod, u moet u bekeren. En als u dat niet kan, hebt u wellicht bevrijding nodig, dan dient u boze geesten. Het is toch gek eigenlijk dat zo weinig mensen uit Tungelroy hier aanwezig zijn. En dat toont des te meer dat u in een bedekking en gebondenheid leeft. U hebt bevrijding en verlossing nodig in Jezus Christus. Als u eeuwig leven wil hebben, heb u Jezus nodig. Niet in kerk, maar Jezus heb u nodig. Als u in de hemel wil komen, moet u geen kaarsjes gaan branden of andere goede daden doen. Goede daden voegt daar niks aan toe. Wij kunnen niks toevoegen aan de God, aan de goedheid en genade van God. U hebt Jezus nodig en zijn genade. U hebt nodig te geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Wij alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wij alle gingen onze eigen wegen en dwaalden als schapen in het duister zonder herder. Maar Jezus zag naar ons om. God zag naar ons om. En daarom heeft hij Jezus gezonden. Naar een wereld in nood. U en ik, wij zijn in nood en hebben Jezus nodig. Amen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand anders. Wat een pastoor ook zegt, wat een priester ook zegt, wat de paus ook zegt. Welke heilige het ook zegt. Jezus ging rond, goeddoende, genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. En het merendeel in Nederland van de mensen is door de duivel overweldigd en volgt hem braaf mee naar de hel toe. Vele mensen wensen te sterven en zien geen hel meer in dit leven. Zijn teleurgesteld en gaan klagen door het leven. Terwijl God heeft zo'n goede toekomst voor u. Zo'n hoopvolle toekomst in Jezus Christus.
Er is vrede in hem. Er is blijdschap in hem. Er is een nieuw leven in hem. Het leven wat God voor u heeft. Alleen de redding is in Jezus. Halleluja. Maar we moeten er wat voor over hebben. We moeten willen zoeken naar hem. We lezen uit Lucas 2 vers 8 tot en met 15 uit de Bijbel. Niet uit een boek bij de Bijbel, maar uit de Bijbel zelf. Zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Zoveel nemen aanstoot aan Jezus. Zeker vandaag de dag, zoveel nemen aanstoot aan het woord van God in de Bijbel. Ze hebben liever compromis, ze hebben liever godsdienst, ze hebben liever de kerk. Ze hebben liever hun ellendige familie om zich heen of succesvolle familie om zich heen. Als ze maar niet tot Jezus hoeven te komen. Hoewel God klopt aan de deur van je hart. Hoewel God klopt en zegt, ik wil binnenkomen, ik wil je leven geven, ik ben het. Hallo, ik ben het. Doe open. Jezus staat aan de deur van je hart en hij klopt. Om gemeenschap met je te hebben, om je zonden te vergeven, zodat je vrede hebt met God. Zoek mensen. Laten we op zoek gaan naar Jezus. Kerstfeest is een roep van God. Ik heb mijn zoon gestuurd. Zoek hem en vind hem. Zoek Jezus en vind Jezus. Verlaat alles wat je hebt. Het meest kostbare. Het meest dierbare. En sta op. En ga Jezus zoeken. En halverwege je zoektocht. Sluit geen compromissen. Maar zorg dat je hem vindt. En overtuiging grijpt ze aan. En ze weten verloren te zijn. Ze weten dat ze naar de hel gaan. Tenzij er hoop is. Maar is er hoop als je overtuigd bent van zonde? Je twijfelt aan de hoop. Omdat je weet dat je bent zo overtuigd. Van je eigen zonde. Het grijpt je aan en je kan niet anders dan tot God roepen. O Heer, is daar genade voor mij? Is daar genade voor mij? Totdat God komt. Totdat zijn openbaring doorbreekt in je leven. En het kan soms dagen duren voordat die openbaring doorbreekt. Dat je rust vindt met God. Omdat je kan de genade van God kan je eindelijk aannemen welke is in Christus Jezus. Maar zonder overtuiging van je eigen zonde kan je nooit tot Jezus komen. Er is geen goedkope evangelie. Het is niet bidden zondagsgebed en nou ben je gered. Het is niet waar. Je kan alleen tot Christus komen als je overtuigd bent van je eigen zonde. De Heilige Geest is gekomen, zegt de Bijbel, om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest is niet gekomen om je een klopje op de schouder te geven en zeggen, hé, ik hou van je, zit wel goed met jou. Nee, dat is een vals evangelie. Het is geen reddend evangelie. Mensen die zo met Jezus leven, ik vrees voor hun leven. Volgens mij, als ik mijn Bijbel geloof, kunnen ze heel goed nog steeds verloren gaan. Zittende in de kerk. Hij is op uw vaderen zeer toornig geweest. Wij zijn hier opgegroeid, ik ben zelf ook van Limburg. We zijn opgegroeid hier onder een bepaalde religie, onder een bepaalde godsdienst. En we hebben dingen meegekregen van huis uit. Maar hier zegt het woord, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren. Dat is een belofte. Schrik maar niet, Maria. Ik ben het maar. Gabriel, de engel. Ik heb een boodschap voor je. Dat u Timmelrooy ook op het oog hebt, Heer. En dat u die boodschap niet voor niks hebt laten brengen. U wil ook dat deze mensen zich bekeren. Halleluja. Heer, wij danken u daarvoor.